Op dit schilderij zie je twee reizigers. Ze zijn een heel lang op pad en ze rusten even uit voordat ze weer verder gaan. Hun land is in de oorlog en ze hebben de opdracht van hun vader gekregen om nog een mooie gouden stad bij koning King 2 te brengen als cadeau. Ze hopen dat de koning hun land wil helpen in de oorlog. Op dit schilderij zie je twee herders die hun koeien weer naar huis aan het brengen zijn. De koeien zijn moe van de hele dag grazen en ook de herders rusten even uit in het bos. Eén herder speelt op zijn fluit en de andere is in slaap gevallen. Je kunt de herder herkennen aan een lange staf in zijn handen. Vroeger waren dit hele populaire schilderijen. Dit is het verhaal van de Romeinse dichter Ovidius. Het gaat over een meisje Io dat in een koe wordt veranderd door de oppergod Jupiter. Jupiter wil namelijk kussen met Io, maar de vrouw van Jupiter is jaloers en wil Io vangen. De vrouw dwingt Jupiter om haar de witte koe te geven, zodat zij Io goed in de gaten kan houden. Ze zet dan ook een bewaker bij de koe neer. De bewaker heet Argus en heeft wel 100 ogen in zijn hoofd zitten, dus kan hij Io altijd in de gaten houden. Jupiter vindt het toch wel zielig voor Io en vraagt hulp aan zijn zoon Mercurius. Mercurius komt helpen door naast Argus te gaan zitten en met zijn mooie fluitmuziek laat hij Argus in diepe slaap vallen. Nu kan Io ontsnappen.